Nou kijk, dit is nou een koeientuin. Een heel nieuw soort boerderij. Waarbij het groen een belangrijk aspect geeft. Je ziet het, er staan bomen. Er staan wanden met klimplanten. Het dak zal straks helemaal begroeien. En de doelstelling is eigenlijk dat koeien straks weer in een oorspronkelijke groene natuurlijke omgeving kunnen leven. Wij zijn op zoek gegaan binnen Courage naar de stal van de toekomst. En daar hebben we twee kijkrichtingen centraal gesteld. Enerzijds van wat wil de koe en anderzijds wat wil de samenleving. En steeds grotere schuren en hallen in het landschap worden door veel mensen als ongewenst ervaren. En dus zijn wij op zoek naar een gebouw, naar een vorm van huisvesting, die eigenlijk opgaat in het landschap. En dus niet het landschap ontsiert. We proberen hier een zachte vloer te maken met de eigenschappen van een weiland. Dus de koe moet er net zo makkelijk kunnen lopen en liggen als in een weiland. Deze vloer is doorlatend. De urine die loopt direct weg in een onderliggende laag en wordt dan luchtdicht in een kelder afgesloten. Ja, de koeien gedragen zich toch vrij goed op deze vloer. Ze lopen er makkelijk op en de stap wordt sowieso 10 tot 20 centimeter groter. Dat is een teken voor mij dat de koe zich vertrouwt op deze vloer. Ja. En ik dacht altijd, de koe gaat wel in de lichtbox liggen. Ja. Maar de koe gaat toch op deze maat liggen. En dat is echt een pluspunt. Ik dacht dat het er goed uitziet. Hij maakt het mooi, mooi schoon. Hij kan nog wat droger, maar goed, daar zijn we nog mee aan de gang om dat beter te krijgen. Ongetwijfeld moet je nog de zaken fijnstellen en bijstellen. Maar daar is ook een pilot voor. En we hopen de komende maanden de kinderziektes eruit te kunnen halen. En dat we dan in de loop van volgend jaar, misschien nog het jaar erop, dat we dan volop in de praktijk aan de slag kunnen. Emissies zijn belangrijk. Hè? Een nieuwe stal heeft geen perspectief als je niet emissies reduceert. Dat lijkt heel goed te zijn. Hè? Daar hebben we daar in proefopstelling hebben we daar meting aan verricht. We zien hier de roostervloer met kelder, zeg maar. Die simuleren we hier. Een bak van zeg maar een meter hoog die voor de helft gevuld is met mest. Daarbovenop ligt een betonrooster. Dus eigenlijk zoals het in de traditionele lichtboxenstal op dit moment veelal gebeurt. Waarom doen we dit? We willen hier vergelijkend onderzoek doen. Dus we zetten elke dag een nieuwe test, nieuwe meting op. Waarbij we dus zowel de roostervloer bevuilen als de twee weidevloeren. En op die manier kunnen we dus heel goede uitspraken doen over de emissie van de weidevloer. In vergelijking tot het rooster. Hier zie je het verloop van de ammoniakuitstoot van de weidevloer. Dat zijn de groene en de bruine lijn ten opzichte van de ammoniakuitstoot van de traditionele roostervloer. Dat is de blauwe lijn. En omdat de ammoniakuitstoot van de weidevloer, allebei de varianten, nogal lager ligt dan van de roostervloer, hebben we een hele goede basis voor de komende weken om verder te gaan met het onderzoek, om dit nog eens verder te bevestigen. En ook om nog wat verder te kijken of we die uitstoot van die weidevloeren nog wat lager kunnen krijgen. We zien nu al dat we toch al 30-35% lager uitkomen. En dan hebben we zeg maar een bevuilingsprotocol wat aan elkaar gelijk is. Dus wat je hier eigenlijk doet is worst case nabootsen. In de praktijk heeft een koe op een weidevloer een dubbele aantal vierkante meters. Dus valt ook veel minder mest, zeg maar.
Nou, hier lopen we dan nou naar de bouw toe, naar de koeientuin. We zijn al volop bezig met de bovenbouw aan het maken. Nou, hier zijn we dus bij de koeientuin in Wording. We zien hier voorlopig eigenlijk nog puin, maar hier komt ze dadelijk dan de weidevloer overheen. Dan hebben we daar die betonnen bakken. Daar komen dan de bomen en het groen, de heg te staan. De samenstelling van de weidevloer is op de eerste plaats doek. Daaronder ligt een veerkrachtige laag. Daaronder zit een stabilisatielaag. Die moet ervoor zorgen dat uiteindelijk de drainagelaag dat die stabiel blijft liggen. En daaronder zit nog weer een afdichtingslaag, zodat de urine dus ook niet de grond in kan zakken. Dit is de belevingsboulevard, met een mooi woord. Hier moet zo dadelijk, ja, nu hangt er nog zeil, maar hier kijk je straks vrij uit de koeientuin in. Je kijkt trouwens ook mooi over het natuurgebied heen. Door het natuurgebied loopt een wandelpad. En het idee is om zo dadelijk dat wandelpad te laten aansluiten op de koeientuin. We laten graag zien wat we hier doen. De moderne manier van veehouden willen we graag laten zien aan een ieder. Hier zijn we aangekomen bij de huidige koeienstal. Stal van 1980. Gebouwd toen ik 1 jaar was, als klein kereltje rondliep. En op dit moment zijn we een nieuwe koeientuin aan het bouwen. En nou is mijn zoontje 1 jaar oud. Dus wel grappig. Precies een generatie later zijn we toe aan de volgende stal. Deze stal is destijds best efficiënt gebouwd. Korte voerhang, veel koeien op een kleine ruimte. Dus efficiënt is die wel. Alleen het koecomfort en 160 koeien ondertussen in deze stal, het past niet meer. We zijn toe aan een nieuwe stal, met name voor de koe zal het een stuk beter worden. Hier hebben we grofweg 6 vierkante meter per koe en we gaan ze dadelijk naar tussen de 15 tot 20 vierkante meter per koe. Dus dat wordt heel wat ruimer. Ik zeg altijd van, we beginnen de excursies daarboven op het bezoekersplatform. Vervolgens lopen we dan hier naartoe en dan heb ik een heel mooi verhaal verteld over die vloer. Hoe comfortabel die is, maar pas als men er zelf overheen loopt, dan ervaren ze ook daadwerkelijk het comfort. En hebben ze wel in de gaten dat deze vloer echt meeverend is en comfortabel voor de koeien. Het is natuurlijk een prachtig plaatje en dat is ook een van de doelen geweest van de koeientuin. De huisvesting van melkvee een totaal ander gezicht te geven. Een veel natuurlijker gezicht. Waarbij die dieren, die toch natuurlijke wezens zijn, in een natuurlijke omgeving kunnen leven. Het mooie vind ik straks, als wij hier deze koeientuin daadwerkelijk echt in gebruik hebben op grote schaal, dat we de deuren los doen en dat de koe dus eigenlijk de vrije keuze heeft of dat ze naar buiten gaat of dat ze binnen blijft. En laat de koe het maar bepalen.